Actie. Goedemiddag. Vandaag wil ik het hebben over het coöperatieve spel Paleo. Het is een spel waar je gaat overleven in de steentijd, zo gezegd. En je bent een groep mensen en je probeert als groep, collectief, een grotschildering te maken. Zo gauw jij je grotschildering helemaal af hebt, heb je het spel gewonnen. Maar er liggen heel veel gevaren op de loer. En zo gauw er of 5 van je groepsleden overlijden, of je een aantal gevaren tegenkomt en je moet je 5e schedel neerleggen, heb je het spel verloren. Dus dat wil je zoveel mogelijk voorkomen natuurlijk. Hoe ziet het spel er dan uit? Als je aan de beurt bent, trek je allemaal tegelijkertijd 3 kaarten van deze stapel. Je verdeelt alle kaarten onderling. En daar krijg je een indicatie van wat er aan de hand kan zijn. Er kan bijvoorbeeld gevaar komen. Je kan naar de bergen gaan. Of je kan gewoon thuis bij de grot chillen. Nou, je kiest een van die kaarten uit. Die leg je voor je neer. En vervolgens draait iedereen die tegelijkertijd om. En dan maak je een plannetje wat je wil gaan doen. Dus je moet door samen te werken bepalen waar je naartoe gaat. Je moet resources verzamelen. Je moet eten verzamelen om de nacht te overleven. Je kan ook nieuwe tools verzamelen die je verder helpen. Maar uiteindelijk moet je ervoor zorgen dat je er niet te lang over doet. Want elke nacht heeft je troep eten nodig. En als er iemand geen eten heeft, dan gaat er iemand dood. En dat wil je voorkomen, want dan verlies je het spel. Het is een spel dat best wel snel speelt. En het leuke is dat er heel veel kaarten zijn die je door je deck heen kan mengen. En afhankelijk van wat je erin stopt, vertelt het spel elke keer een ander verhaal. Dus de verhalen zijn niet zozeer in tekst geschreven, maar de verhalen komen naar voren door de dingen die je tegenkomt onderweg. En dat is elke keer weer een verrassing. Nou, tot zo.